Goeiedag dames en heren, ik ben van Garnetjoep en ik ga jullie alles laten zien over de eerste waterbeurt die je gaat geven aan de cactussen, de bolcactussen en andere woestijnliefhebbers. Het is een lekkere dag en ik ga je een dagje meenemen in de kas achter mij. Dan kunnen we kijken bij de cactussen en het water geven. Ik ga het je allemaal laten zien en vertellen wat erbij hoort. In eerste instantie beginnen we de planten water te geven met deze hoge drukpompje. Het is een hoge drukpompje van de Action. Die vernevelt en sproeit heel fijn water. Dat houdt in dat je minder water verbruikt dan dat je gaat gieten. Dat is heel belangrijk als je gaat starten met de watergift. Geef nooit te veel in één keer. Dus we gaan met dit pompje de kas in. Nemen we het pompje mee. Hebben wij hier zo de plantenkast. De deur is open. Het is lekker weer. Ik heb zelfs de kachel even uitgezet in de kas. Dus, hoppatee, zo. Dan zien wij hier zo alle planten. Van links naar rechts. Rechts bij het schouderdoek hangen we meer tropische. Hier zo hebben we speciekuipen met agaves. Ook die gaan we besproeien. Maar alles lust nu wel een slokje. En waaraan kan je dat zien? Omdat hier zo, bij deze cactus krijg je heel gauw bloemknopjes. Zo in de kroon. Dat geldt ook voor hier, kleine bloemknopjes. Nou, hier zo, bij de melocactus hebben wij kleine roze besjes. Dus de planten zijn weer in groei. Het is weer in leven. Het is de eerste keer water geven wat we gaan doen. Aan de tropische hebben we vorige week gehad. Het is nu weer maart, midden maart. En nu gaan we de tweede watergebeurt, of de eerste keer watergebeurt geven. Aan de planten die namelijk bloemknoppen gaan geven. Dus we gaan alles even nevelen. Het is heerlijk weer vandaag. En zoals we zien ook hier bij de porrocactus mensen. Zien we een heel klein schattig knopje. Dus de planten zijn wel weer in leven. Belangrijk om te weten, de planten zijn in leven. Dus nu hebben we hier een hoge drukpompje. Pompen we een paar keer dat er goede druk op zit. Want alleen dan krijg je een goede nevel. En dan sproeien wij zo alle planten vochtig. Het mag best wel wat vochtiger wezen. Want ze hebben de hele winter droog gestaan. Dit is hun allereerste gietbeurt met water. Dus we gaan nu de cactussen even besproeien. Dit besproeien, dat zorgt er namelijk voor dat planten netjes in de groei komen te staan. Dit zorgt ervoor eigenlijk dat ze ontwaakt worden. Maar we dienen dus een hoge druk op de pomp te houden. En dat is lastig als je ook nog eens de camera aan handen hebt. Voor zo'n hoge drukpompje mensen is ongeveer 10 keer pompen voor een volle tank meer dan voldoende. Zo, ook de aarde een beetje bevochtigen. Want de planten hebben de hele winter droog gestaan. Dus dit is hun eerste waterbeurt. Dus ik ben heel blij met deze cactussen. Want ze hebben goed de winter overbrugd. Natuurlijk heb ik wel wat last van luizen. Maar dat is nu niet zo'n probleem. Je zou denken met deze zon moet je dan niet wachten met water geven. Dat zou kunnen. Maar ik geef direct water. Omdat je dan meteen ziet of er wat mis is. Of je rottende cactussen, dode cactussen zullen we nu niet meer zo gauw krijgen. Maar het is dus de bedoeling dat we elke plant water geven op een hele warme dag. Nou, nu is het een mooie zonnige dag vandaag. En ik begreep dat het zonnig bleef. Dus vandaag is nu 17 graden in de plantenkas. En we gaan nu de planten bevochtigen. Dat doen we gewoon door ze lichtjes te nevelen. Te sproeien eigenlijk. Ook die grote schijfcactus, dames en heren. Je zou zeggen, planten moet je nooit sproeien in de zon. Maar dat maakt voor een cactus niet heel erg veel uit. Het is namelijk belangrijk dat de temperatuur niet te hoog is. En dat het licht zeker niet te fel is. Want dat is het gevaar bij cactussen, water geven als de zon schijnt. Ja, ook die kleintjes dienen we even water te geven. Hé, hey, en mijn druk is eraf. Dus dan gaan we weer pompen. Zo zien we dus dat we meerdere pompjes nodig hebben als je een klein pompje gebruikt voor een grote collectie. Want ja, of ik moet hem even instellen, want er zit een verstelbaar tuutje op. Zoals we zien, hoppa, kijk, dit gaat een stuk beter, ja. Hoppa, wow, dit gaat een heel stuk beter. Ja, zo geven we dus elke cactus water, zodat hij een tijdje weer voort kan. Want dit is de eerste waterbeurt. Dus die dienen we niet heel sterk te doen. We moeten dus oppassen dat we zeker niet te veel gaan geven.
Hierachter staat nog een mooie op Huntia geslacht. Die wil ook wel een slokkie. Hoppa, zo. Dus we geven elke cactus water. Zowel op de stellingen als degene die hangen. Want ook diegenen die hangen willen af en toe een slokje. Dit is namelijk een dichte pot. Omdat we zien, hij hangt in de hangmand. Dus die is waterdicht. Dus die geven we iets minder water. Hier hebben we stikjes daarvan. Ook die geven wij water. Het is nu, zoals ik zei, de eerste watergift. En we moeten dus oppassen dat we niet in één keer te veel geven. Ook deze Euphorbia sproeien wij nat. Hoppa. Zo. Ja, dat zal die wel lekker vinden. Dat zal die wel lekker vinden. Een beetje vochtigheid in de kas. Zo. Hoppa. En natuurlijk iets op de kluit. Zo, die geven we wel wat minder. Omdat die al van boven druppelt. Nu is mijn pompje leeg. Dan ga ik hem hervullen. Dus we doen één tafel. Dus één stelling. Doen we dus met één zo'n plantenspuit. Dat zegt dat het ongeveer 3-4 keer lopen is. Om te hervullen. Dus dan pakken we weer het pompje. Dan lopen we weer naar de kas. Dit is ronde nummer 2. Tweede pompje. We vullen namelijk het water met handwarm kraanwater en nooit met koud water. Dat doen we niet in de zomer en dat doen we niet in de winter. We geven nooit koud water. Nou, nu zijn we tot hier zo gebleven. Tot bij die prachtige Euphorbia. En dan gaan we hem weer pompen. Zo, en zoals ik zei, gebruiken we alleen handwarm water zodat de cactussen geen shock krijgen. Dat is van groot belang. Als de cactussen nu een shock gaan krijgen, dan heb je kans dat ze kapot gaan en ze doodgaan. Dus dat zou zonde zijn. Sproei ook zoveel mogelijk de bladerplanten mooi nat. Want deze plantjes hebben een hele winter zonder water gestaan. En krijgen nu voor de eerste keer. Dus ook de stekjes die ik afgelopen jaar heb gemaakt, krijgen nu voor de allereerste keer water. Want afgelopen jaar heb ik namelijk geen water gegeven bij de stekken. Zodat ze goed in leven bleven. Maar ook de bladcactussen mensen, die hebben het een beetje een knauwtje gehad denk ik. Nu is weer het pompje weer druk vanaf. En dan merk je meteen aan de sproei die eruit komt. Als je een sterke straal hebt, haalt dat in dat je veel minder water geeft. Dus zo gaat hij weer. Hoppa, ook de Euphorbia's. Misschien ook Lyciums. Die lussen ook wel wat natuurlijk. Dus we geven elke plant vandaag een beetje water. Let op de wollige soorten. Zoals dit soort planten, de Copiapoa, die niet op de plant sproeien, maar enkel op de bodem. Maar we waren hier gebleven. Hoppa, ook de Verocactus. Ook die stekjes. Hier nog een Opuntia monstrosus. Hier een Boschicactus cristaat. Zo geven we alles dus een beetje water. Want dit is de eerste waterbeurt die we geven van het hele jaar, zoals ik zei. Dat houdt in dat ze eigenlijk vanaf vorig jaar, want het is nu 2020 dat ik deze video maak. En vorig jaar, 2019 was dat, heb ik sommige planten nog verplant, verpot en gedaan. Dus ja, planten die nu eigenlijk goed gaan groeien en bloeien, willen dus een klein beetje water. Maar natuurlijk letten we erop dat we niet te veel geven. Want deze planten, die houden niet van in één keer te veel vocht. Kijk eens hoe prachtig die Mammillaria is gegaan zeg. Het waren stekjes die ik heb gekregen van een mattie van me. Dus die doen het ontzettend goed. Zo te zien. Dus ook die geven we niet te veel water. Het is namelijk de bedoeling dat we kleine beetjes per keer geven. Het is namelijk de bedoeling dat de aarde niet zoveel nat wordt, maar meer de plant. Maar ik geef tevens de plant ook een beetje. De aarde bedoel ik. Ja. Zo geven we dus elke plant water. Ook de Lophophora's mensen. Zoals deze planten. De Lophophora Williamsi. Ook die willen af en toe nog wel wat krijgen. Want dat zijn geen tropische cactus wel. Zijn wel winter vaste cactus. Zoals hier bij de Copiapoa. Enkel op de aarde. En niet te veel. Ook deze. De kleinste ook cactus. Als ik het niet verkeerd heb. Geven we ook niet op de bol. Of op de zeil, maar op de grond. Dat doen we bij alle pluizige en harige soorten. Waarom? Omdat je er dan voorkomt eigenlijk dat ze verbranden.
Nou, de Parodius Coppa. Dat zijn ook leuke plantjes hoor. Hele leuke plantjes. Maar mijn druk is er weer vanaf. Dus we bouwen weer wat druk op. Hoppa, en hij is bijna leeg geloof ik. Oh, er komt nog wel wat vanaf. Hoppa, zo maken we ook de Parodius Coppa vochtig. Dat vinden ze lekker. Plantjes vinden het namelijk heerlijk om gesproeid te worden. Waarom? Dan haal je namelijk de stoffen er vanaf die het hele winter erop zijn gekomen. Dus de hele winter verwaarloosd. Niks aan gedaan. Je hoeft er dan ook niks aan te doen. En nu zijn ze besproeid. Dus wollige cactussen doen we even niet. En bolcactussen, de rest en de andere pluizigen geven we wel. Deze pluizigen kun je namelijk water geven. Aan de onderkant, maar zo min mogelijk op de bol. Waarom? Dan krijgt hij minder kans last van rotting. Want deze prachtige haren, die houden namelijk heel lang water vast. En die haren zijn puur bedoeld om de zon tegen te gaan. Dit zijn zonneliefhebbers en houden niet van veel water. Nu gaan we weer het kannetje vullen. Loop ik weer naar binnen. Gaan we weer door de kas. Nou, en dan ga ik eens even het flesje weer vullen voor de derde ronde. Nou, hij is weer gevuld, flesje nummer 3. We gebruiken alleen maar puur handwarm kraanwater. Het beste is natuurlijk vers regenwater. Maar ja, die bezit ik nu niet. Dus dat is wat minder. Ik kan nu geen regenwater geven omdat ik het niet heb natuurlijk. Dus we gaan weer verder waar we gebleven waren. Vergeet niet waar je de planten voor het laatst hebt water gegeven. Dus hij moet alleen nog even gepompt worden. Dus ja. Zo. Ook de kleine zeilingen mensen. Ook die sproeien wij een beetje. Want ook daar is het nu de periode voor. Dat ze een klein beetje water krijgen. Zodat ze niet uitdrogen, want dat is niet de bedoeling. Hoppa. Zo. Ook de zijlingen of de stekken ernaast. Die willen nu ook al voor de eerste keer, denk ik. Dus we geven gewoon een beetje. Dit doen we bij de bladstekken. Deze bladstekken hebben namelijk het hele winter zonder water gestaan, zoals elke andere cactus. Ook de epifytische na dan natuurlijk. Maar daarom geven we nu voor de eerste keer water. Ja. Eerste keer water voor het hele jaar. Zo zie je dus dat in een kas is het heel anders dan een vensterbankkweek. Vensterbankkweek houdt het in dat je het hele jaar moet water geven. Dat houdt ook in, ook in de winter dus. Dus nu pompen we hem weer op. Dit is het derde gietertje dit. Dus ik ben al 3 keer aan het pompen. Nou, ook de andere stekken, ook die geven wij water, want dat zijn bladstekken namelijk. Die geven we in 1 keer iets meer, want deze planten die hebben iets te droog gestaan. Als ik ze nu geen water zou geven, zou ook te laat wezen. Want ze willen natuurlijk wel een beetje water. De Rhipsalis mensen, zoals deze prachtige klimplant of hangplant, de Rhipsalis, die hangt natuurlijk wel van iets water. Die hangen we dus op een warmere plek en geven we 1 keer in de zoveel tijd water. Weer even oppompen. Zo. Dan hebben we hier nog wat stekken. Hier zitten namelijk kleine gaatjes onder in de bodem. Dus hier geven we heel lichtjes water. Zo, als ik alleen maar genoeg heb om vast te wortelen. Want het is namelijk zo, je zou denken deze bak verzuipt nu. Maar in deze bak zit een bak met allemaal gaatjes. Dus overtollig water kan weglopen. Dus dat is belangrijk om te weten. Nou, dan hebben we nu de rechterkant gehad van de kas. Ik zal hem even oppompen. Zo. Want hij heeft alles lust van een slokje. Want die vindt dat heerlijk om besproeid te worden. Nou, nu enkel niet de Rhipsalis. Maar hier ook de Hoya. Ook die lust af en toe wel wat. Dus ook die geven we een beetje water. Want deze is helemaal uitgedroogd. Zo, die houden wel van een slokje. Nou had ik hier zo laat heb ik een video gemaakt over hoe ik deze Epiphyllum Ackermanni, hoe ik die verpot heb in deze schaal. Ik moet hem nog ophangen. Maar nog niet 1, 2, 3 systeempje voor. Maar ook die, dames en heren, krijgen meteen een gietbeurtje. Hoppa. Zo, dat vinden ze wel lekker hoor. Hè? Een beetje water. Zo. Ook de Hoya's of de Rhipsalis stekken krijgen iets water. Eigenlijk wil ik deze wil ik iets verhangen. Deze komt precies hier. Hoppa.
Zo. Het is beter voor hem, want deze houdt niet van volle zon. Deze krijgt natuurlijk iets meer water. Want hier zit mos en dode grond. Nu de Acromania epiphyllum. Of de hoja's. Die krijgen nu ook water. Die hebben het hele jaar droog gestaan. Het hele vorige jaar. Dus vanaf alle planten hebben eigenlijk vanaf oktober, november geen water meer gehad. Het is nu de tweede week van maart. En wij geven de planten water. Ik ben bang dat ik deze hoja's te droog ga laten staan. Ben ik bang voor, maar weet het niet zeker. Zo, daarom geven wij rijkelijk water. Nou, dan hier nog hebben we een Serapegia woody. Ook die geven we wat water. Hoppa, zo. Ook van boven. Pompjes zijn weer bijna leeg, maar we zijn er bijna. We zijn er bijna. We hebben bijna alles gehad. Hier de scherfcactussen nog. Ook die sproeien wij even. Hoppa. Zo. Ook de Astrophytens mensen in schaal krijgt een klein drippie. Met grote schaal moet je minder water geven. Ja, hij is bijna op. Ja, hij is op. Nou, dit is dus alles voor de hele kas. Dan kan ik je alles laten zien. We hebben dus cactussen in bloei. En cactussen in groei. Het is nu de tweede week van maart. Ik heb de kachel maar even uitgezet, want het werd hier te warm. Dus de tweede week van maart, 2020 is het nu, zoals ik zei. En we hebben de kachel uitgezet. Dus nu mag de klimaat van zichzelf regelen door de temperatuur van de zon. Nu het af en toe zonnig is, hoeven we niet meer te stoken. Dus dat scheelt. We zetten de kachel overdag uit en we controleren s'avonds wel nog voor de temperatuur. Wordt het s'avonds nou toch nog onverhoopt richting het vriespunt, dan is het toch handig om de kachel even aan te zetten. Dus houd weerbericht in de gaten als je de planten water geeft. We moeten er ook zeker voor zorgen dat de planten voor de avond droog zijn. Alleen dan kunnen ze goed het eerste resultaat bereiken. Want de groeiende cactussen en bloeiende cactussen die krijgen door deze watergift nog een groeispurt. Waardoor ze steeds sneller kunnen groeien en bloeien. En nog beter het naar hun zin hebben. Dit was dus de eerste waterbeurt van maart. Er is dus zelfs een mogelijkheid om de deur open te zetten. Zul ik lekker weer? Ook eerste keer luchten van dit jaar. Dit luchten zorgt ervoor dat er een verse zuurstof in de kas komt, waardoor de planten nog beter gaan groeien en bloeien. Het zorgt er ook voor dat overtollige luchtjes en vocht wordt afgevoerd en dat er verse nieuwe zuurstof binnenkomt. En het luchten van deze kas kan het beste met de opgerolde deur. En die maken wij vast met touwtjes. Aangezien het de hele winter heb dichtgezeten de kas, is het nu tijd om te luchten. Het is de tweede week van maart en het is nu echt luchttijd. De temperatuur in de kas is nu 17 graden en is prima genoeg om met deze zon om te kunnen luchten. Zorg wel dat je in de middaguren lucht. Van 12 uur tot 1 uur is meer dan voldoende. Na 3 uur wordt het al gouden koud met bewolkingen erbij. Dankjewel dames en heren voor het bekijken van mijn video. Vind je het een leuke video? Even duimpje omhoog. Even abonneren op mijn kanaal. Vergeet daarbij niet rechtsonder in beeld op het belletje te drukken. Zodat je up-to-date blijft van mijn nieuwste video's. De mensen, ik wens jullie een hele fijne kweekervaring. En heel veel kweekplezier. En vandaag, hey, adios amigos. Doei!